Informateur van de gemeente Romein, Marianne Smetsmans, is tot de conclusie gekomen dat Romein verder moet met een coalitie van GroenLinks, CDA, Democraten Zwolle en D66. Die vier partijen zouden ook eerder in de coalitie en willen dus met een wier. Vandaag heb ik dus alle negen de partijen en de gesprekspartners die ik aan tafel heb gehad, heb ik meegedeeld dat een meerderheid van de partijen steun geeft aan voortzetting van de coalitie, maar dan een coalitie van vier partijen. Te weten GroenLinks, CDA, Democraten Zwalmen en D66. Opvallend is dat de VVD niet meer deel uitmaakt van de coalitie en Raya Fikmoussaoui dus niet opnieuw wethaaier wordt. En natuurlijk valt opnieuw op dat de grootste partij, de LVR van Dree Peters en Jos van Rij, opnieuw buiten de coalitie wordt gehaaien. Ja, die stond dus eigenlijk weer nu aan de zijlijn. Nou, op de eerste plaats wil ik zeggen dat die niet aan de zijlijn stond. Want in een raad zit oppositie en coalitie. Er zitten 31 man die gekozen zijn, mannen en vrouwen. En die samen besturen de stad. Dus ze stond niet aan de zijlijn. Alleen zoals het nu uitziet, heeft de meerderheid van de raad een voorkeur voor een andere coalitie. Als richtlijn wordt nu gesteld dat de nieuwe coalitie in Romein 5 wethaaiers gaat leveren met 5 FTE.